Dit boek heet Schakel door naar je hart. Het trainen van de vrije wil. En misschien dat sommigen van jullie meegekregen hebben in de media, wordt een vrij heftige discussie over de vrije wil. En dat is ook nog examenonderwerp tot 2015. Dus heel veel middelbare scholieren, of ze nou willen of niet, moeten zich verdiepen in de vrije wil. Nu zijn er een paar academici, zoals Ik Slaap, Jan Verplaatsen en anderen, die zeggen de vrije wil bestaat niet. Dus we zijn ook niet verantwoordelijk. Wat betekent dat nou als wij zo'n relatief onschuldige academische discussie, blijkt onschuldig, gaan delen met onze middelbare scholieren? Daar heeft professor Ritteringhoff onderzoek naar gedaan en als jij gelooft dat de vrije wil niet bestaat, dan ga je minder verantwoordelijk gedragen, minder concentratie, kortom asociaal gedrag. Dus het is niet een onschuldige academische discussie, al lijkt het misschien zo. Het heeft directe gevolgen voor wat betekent het nou? En ik heb een redelijk stapeltje van die boeken doorgelezen en een aantal discussies met die mensen gevoerd en ben daar onderzoek gedaan. Wat betekent dat nou voor ons als trainers? Als wij denken dat we mensen iets kunnen leren, tenminste sommigen denken van jullie, misschien dat jullie alleen maar leuke dingen doen, maar soms hopen we toch nog iets aan mensen mee te geven. Als wij denken dat we mensen iets kunnen leren, waar zit dan nog die mogelijkheid van leren en wat kan je niet leren? Want als je geen idee hebt wat mensen wel of niet kunnen leren, dan heeft zo'n training ook geen effect. En als Dick Swaap en Jan Verplaatsen echt gelijk zouden hebben, dan heeft de training van ons alvast niet meer zoveel zin om te leren. Wel om leuke dingen te doen en ze kunnen ook nog met een heerlijk gevoel weggaan, allemaal goed. Maar veel meer zou het niet betekenen. Nou, de essentie van die vrije wil discussie is, als ik besluit om dit op te tillen en ik zet wat elektronen op mijn hoofd, dan laten die elektronen zien dat het besluit om dit te doen al in mijn hoofd gebeurt voordat ik dit bedenk. Dus mijn onbewuste is die boek al gaan pakken voordat ik bewust bedacht heb dat boek pak. Conclusie, met mijn denken kan ik mijn gedrag niet beïnvloeden. En de grote vraag is, klopt dat of niet, of zit de fout misschien ergens anders? En in het hele model gaan ze uit van een onbewuste die het gedrag stuurt en van het onbewuste gedrag. En het gedrag is een soort kweddeldoos die achteraf nog een beetje kijkt wat je gedaan hebt, maar je hebt het dan gedaan. Nu kennen we dat allemaal, om het een beetje praktisch te maken. Op het moment dat ik thuis kom en een heel simpel voorbeeld, de fiets van de kinderen staat buiten en het hoort niet en ik ben moe, heb ik de neiging om naar binnen te lopen en als ik niet oplet, heb ik al ruzie gemaakt voordat ik het door heb. Dus over dit soort praktische dingen, het lijkt een theoretische discussie, maar het gaat over hele praktische dingen. Emoties. Op het moment dat je geen vrije wil hebt, dan heb je dus die emotie al uitgeleverd voordat je door hebt. En neem aan dat de meeste van jullie dat nog wel eens overkomt. Omdat je daar een half uur bij bewustzijn komt en denkt, goh, wel heel heftig. En intussen heb je wel huilende kinderen of een weglopende partner of dat soort dingen. Nou, mijn Tibetaanse leraar, Tjonko Lobsang, die heb ik ook zo ondervraagd over emoties, zegt, je kan het eigenlijk een soort dronkenschap noemen. Een emotie, eigenlijk een soort dronkenschap. En dan heb je geen vrije wil meer. Maar, ergens tussen die emoties, waar je geen vrije wil hebt, en die gedachten die een soort kweddeldoos achteraf zijn, zit de middenweg van het gevoel. En een van de bekendste neurowetenschappers, Antonio de Maasio, zegt, ons denken is niet ons belangrijkste deel van ons bewustzijn, onze emoties ook niet, ons gevoel. En je gevoel is iets heel anders dan emotie. En het onderscheid is hier essentieel. Zolang je gevoel en emotie op een grote hoop gooit, dan is dat als onbewuste waar je geen macht over hebt, dus waar je onvrij bent. Dat denken, laat die moderne wetenschap zien, is die kweddeldoos achteraf, dus daar kan je ook niks mee doen. Als ik nu besluit, ik wil morgen niet meer geïrriteerd zijn, gaat het niet lukken. Die gedachte op zich levert niks op. Daarin hebben ze gelijk. Maar wat je wel kan doen, en dat is de essentie van wat ik hier beschrijf en wat eigenlijk denk ik de meeste van jullie ook doen, al is het misschien niet altijd even bewust, is dat je met die reflectie achteraf, die kweddeldoos achteraf, op een gegeven moment een intentie kan hebben. Bijvoorbeeld een intentie, ik wil wat liever zijn en wat minder geïrriteerd naar mijn kinderen. Of een intentie als bankdirecteur, ik wil toch wat minder hebberig zijn. Een intentie als architect, ik wil toch een keer mooie dingen maken in plaats van alleen die vierkante doosjes. Het is dit soort praktische dingen op alle gebieden. Of in spiritualiteit, dat je meer voor het gevoel van de mystiek gaat in plaats van voor de dogma's. En wat je dus kan doen, is als je een intentie hebt, die gaan oefenen. Dus als ik een intentie heb, gaat het niet worden veranderen. Maar ik kan wel kiezen om mezelf te oefenen. En wat wij eigenlijk doen als trainers, en daarom is denk ik voor jullie ook een interessant verhaal, wij trainen mensen. Wij komen niet met een verhaal, jullie moeten dit doen. Wij weten dat het niet werkt. Wij weten dat iets heel veel oefening nodig heeft.
Maar voor sommige mensen helpt het ook als je kan onderbouwen waarom je nou die oefening nodig hebt. Want onze ervaring is, ik geef heel veel training met Carlien samen. Zit daar. Onze ervaring is dat als we een oefening doen, dat jullie hier ook weten. Doe je een oefening in een workshop en de mensen heel erg doen, ze gaan blij weg. Ik zie ze ook al een brein rondlopen hier. En morgen thuis doen ze het niet en zijn heel teleurgesteld dat het niet vanzelf goed gaat. Dus hoe ga je nou mensen inspireren om die oefeningen die ze lekker voelen in zo'n workshop ook thuis te gaan doen? Hoe kan je ze inspireren tot die discipline waardoor dat alle mooie werk wat wij doen ook echt gaat werken en meer effect krijgt als leuke workshop? En voor een deel is het gewoon de trainingen geven, maar voor een deel is het ook bewust zijn hoe belangrijk de oefeningen is. En gewoon het mentale bewustzijn dat alleen als je heel veel gaat oefenen, langzaam maar zeker die hersenmassa wel kan veranderen. Maar je kan die hersenen dus niet beïnvloeden met je gedachten, maar wel met oefeningen. En eigenlijk laat al die boeken van Swaap en anderen dat ook onderliggend wel zien hoe belangrijk het oefenen is. En een van de bekendste filosofen, Peter Sloterdijk, heeft zo'n dikke beeld geschreven, ik zal hem met jullie samenvatten. Hij heeft 2500 jaar religie onderzocht. En hij zegt, als je nou alle religie eruit haalt, alle dogma's, dan blijft er maar één ding over. Dat is oefenpraktijk. In de oefenpraktijk zijn we kwijtgeraakt met de religies. En heel veel dingen die we met die religies kwijtgeraakt zijn, is prima, want we hebben alleen maar last van. Maar die oefenpraktijken, die zijn belangrijk. Dat is wat wij doen met onze trainingen. En in dit boek wil ik gewoon een stukje onderbouwing geven van waarom het zo belangrijk is, wat de moderne hersenwetenschap laat zien, waarom wat wij doen ook effectief is. En waarom dit eigenlijk veel effectiever is dan al die rationele dingen. Nog één simpel voorbeeld, dan ga ik zo afronden. Op scholen zijn regels heel belangrijk. En onze kinderen krijgen dan een briefje thuis, een vlogje maken ze open, staat een briefje met regels. Beginnen ze te lachen. Dat moderne hersenonderzoek laat zien, dat heeft geen enkele zin. Regels uitdelen heeft geen zin, die moeten geoefend worden en vooral voorgeleefd worden. En dat is ook, denk ik, wat jullie en wat wij het meeste doen. Wij proberen onze woorden te leven. Wij proberen niet alleen een verhaaltje te houden, wij proberen te laten zien in onze praktijk als trainers wat we doen. En het grappige is dat, het boeiende is dat het hersenonderzoek dus onderbouwt wat wij aan het doen zijn. En dat kan ons echt helpen met die onderbouwing om jullie gewoon een stukje te kunnen steunen in jullie werk. Het meer dat mentale begrip voor wat we doen gaat ons echt helpen om ons nog meer in de wereld te zetten. Nogmaals, heel erg bedankt. Ik geef jullie graag dit boek en ik hoop dat het jullie helpt in jullie prachtige werk. Dankjewel. Ja.